Ja, dank jullie wel. Ik vond dit allebei twee hele gedegen inleidingen. Dank voor de manier waarop jullie zelfstandig op de thema's van het boek verder gestudeerd hebben. Met name op dat thema van hoofdstuk 5, waar het gaat over lijden en dood bij dieren. Ik vond het betoog van professor Pils indrukwekkend. Dat wil ik echt hier ook zeggen. Bijzonder, zoals u vanuit uw eigen intellectuele biografie zou ik bijna zeggen, waar u veel bezig bent geweest, met juist die schaduwzijde van het Oude Testament die God speelt, een verbinding weet te leggen met de thema's die in dit boek aan de orde zijn en die mij zelf ook natuurlijk beroerd hebben en nog steeds. Als het gaat om de vraag, hoe kan zoveel lijden samengedacht worden met een goede God? Dus dat woord hoogspanning wat u gebruikte, dat raakte mij. Dat is denk ik ook helemaal op zijn plaats hier. Ik vond dat u ook hele diepe theologische tonen liet horen, zoals u dan uiteindelijk daarmee uitkomt bij het kruis van Golgotha en zegt, ja, daar moeten we uiteindelijk onze vragen los kunnen laten. Dat doet ook recht, denk ik, aan die tekst die mij vaak bezighoudt uit Colossense 1, dat Christus alle dingen met God verzoend heeft. En niet alleen mensen, maar dus, daar valt alles onder. Kennelijk ook dus de dieren. En verder, ja, dat sceptisch theïsme, dat is een beetje een lastige term misschien, maar dat denk ik inderdaad dat het de verstandigste positie is. Dus daarmee bedoel ik te zeggen, wij mensen zijn niet in de positie om Gods handelen op dit punt te beoordelen, om te kunnen zeggen, Heer God, u doet dat verkeerd, dat u die dieren zo laat lijden. Wij, of zo lang al hebt laten zich ontwikkelen in termen van overleving en strijd om het bestaan. Hè, dus wij zijn niet in die positie. Wij weten dat niet. Sommige mensen hebben me ook wel verweten van, ja, schrijf toch niet zo'n dik boek erover, want daar weten er zo weinig van af. Je moet niet als theoloog pretenderen dat je zoveel weet. Nou, maar ik probeer dus dat ook wel te verdisconteren en ook halt te houden waar ik aanstoot tegen thema's. Waar ik zeg, ja, hier moeten we stoppen. Hier kunnen we alleen maar met je op de hand op de mond leggen en weten we het ook gewoon echt niet. Dus ik hoop dat dat ook opgepakt wordt bij het lezen van het boek. Dank, ja. Annetine, ook dank voor de manier waarop je gereageerd hebt. En mooi om te zien, dit is al bijna een wetenschappelijk artikel volgens mij, als ik het zo hoor. Dat kan je zo ergens naartoe opsturen. Mooi om te zien dat dan, zeg maar, dat ook uit hoofdstuk 5 komt weglopen. Ik vind de gedachte die in het midden ligt overweg zwaardig. Dus daar zouden we inderdaad verder op moeten studeren. Ik vond het mooi hoe je daar toch ook vanuit de Bijbel bepaalde teksten weet te noemen die laten zien dat God ook dieren verantwoordelijk kan houden in sommige situaties. Ik denk tegelijkertijd wel dat zou mijn eerste reactie zijn, echt verantwoordelijkheid veronderstelt toch wel iets van zelfbewustzijn. En bij hoeveel dieren kunnen we dat eigenlijk aanwijzen? Dat is maar een heel beperkt aantal soorten, denk ik, waar je dat echt zou kunnen aanwijzen. En dan moet je ook nog een zekere positieve houding hebben. Ik bedoel, ik ga in mijn boek aardig ver mee met Frans de Waal, die dus inderdaad daar een soort gelaagdheid in ziet. Hè? Later heb ik dat niet ook een beetje te onkritisch gedaan, ook omdat sommige experimenten van de Waal niet repliceerbaar bleken. Maar goed, dat is ook een debat waar ik het laatste woord niet over wil zeggen. En kan zeggen ook. En daarom vind ik het ook wel nogmaals overwegenswaardig dat jij dus in deze richting verder wilt denken. Omdat het wel zou helpen om inderdaad nog iets meer te kunnen zeggen over hoe dat dan zit met die dieren die dan mogelijkerwijs ook tegen God in opstand zouden zijn gekomen. Hoe moeilijk dat voor ons ook is voor te stellen. Sommige mensen zeggen, ja, ik vind het steeds gekker vandaag. Nou kunnen de dieren ook al zondigen. Maar goed. Ik snap wel hoe je daarbij komt en hoe je dat verder wilt. Dat is ook theologie. De theologie heeft soms ook iets experimenteels. En dat zal dan wel blijken hoeveel bijval dat krijgt of kritiek zo'n voorstel krijgt. Maar ik vind het wel creatief en de moeite waard om verder door te denken. Dus ik hoop dat je dat kunt publiceren. Ik ben benieuwd naar reacties die dan komen.